Mijn beste vriendin, het lachen gaat vandaag een stukje moeilijker. Maar toch, bij deze Paramaribo groetje met een grote beetje bras als streed van de haat en puur natuur. Ja, natuurlijk vraagt u zich af, ja, hey, hoe kom je aan dat ding op je lip? Nou, dat is mijn persoonlijke souvenir van een hele memorabele dag. Een half uur geleden stond ik nog in het midden van de strijd, mag ik wel zeggen, op het onafhankelijkheidsplein. Ik heb het nog nooit zo meegemaakt. Maar laat me u eerst vertellen, voordat u denkt dat ik een klap heb gekregen op mijn smoel. Het hoekhuis Stone Osso werd in de fik gestoken. En ik was daar, live. Ik zag het gebeuren. Ik heb het gefilmd. En op dat moment rukte de ME op, zodat de brandweer toegang kreeg om die brand te blussen. En de jongens die rukten op met getrokken pistolen en mitrailleurs en werd in de lucht geschoten. En om eerlijk te zijn, je beseft pas later wat er is gebeurd. Ineens bevond ik me te midden tussen schietende ME'ers. En ik maakte een stap naar achteren om weg te komen. Struikelde over een ketting en viel met mijn smoel plat op de grond. Een paar dingen waren verspreid. Twee jonge mannen staken beide handen uit. En in een kwestie van seconden stond ik weer op bij de benen. Ik kreeg mijn bril die weggevlogen was. En alles en de hele jugu-jugu. En ik begaf mij naar de kant richting Markt. Daar maakte ik voor het gebouw van de Centrale Bank een bocht naar links, naar rechts. En ik hoorde en zag ME'ers die de gebouwen verdedigden op dat moment, zodat ze niet gestenigd konden worden of in de fik gestoken. Ik rende zo goed als het kon de andere kant op en zag dat op dat moment alle gebouwen, militairen, ME's, hadden om die gebouwen te verdedigen. En dat ging door tot de Kerkplein en Redmondstraat. Je zag mensen rennend. En ze zoetjes aan drongen tot ons door, tot mij door. Dat wat ik vanmorgen in de video zei, dat dit inderdaad een memorabele dag was. Beste vrienden, ik heb twee video's gemaakt erover. Het complot en het gaat wassen en de video van vandaag, vanmorgen. Ik heb gewaarschuwd voor een scenario waarbij de noodtoestand zou worden afgekondigd en men wellicht gebruik gaat maken van artikel 56 lid 2 om de verkiezingen uit te stellen.
Beste vrienden, natuurlijk ben ik een beetje aangeslagen. Want wanneer je daar staat tussen de hele massa, vrijwel op een paar meter afstand van waar het gebeurt, dan besef je niet dat het elk moment fout kan gaan. Ik zag de truck van Pocky Tow beschoten worden. De banden werden kapotgeschoten. Nooit eerder meegemaakt. Een aanval van de protestanten tegen de ME die hun wilde beletten om door te stoten naar het kabinet van de president die zich had verschanst aan de kleine Kombiweg. Beste vrienden, u gaat dit verslag zien met films, foto's en als het nodig is, kleine commentaren. Ik heb het nu niet gedaan, die foto's en de film. Maar geloof me, u hebt dit nog nooit eerder meegemaakt in Suriname. Ik ook niet. Het is ernstig en we moeten ons ernstig zorgen maken. Paramaribo groet u. Tot later. Noem ik nog eens met jou Edegwe. Blijf denken. Blijf denken. Suriname Unite is the only way we are going to win the fight. De virus stop.